Misschien voordat we van start gaan, een kleine intro over mijzelf. Hallo, ik ben Pieter Ardinwijk. Ik werk ongeveer een jaar, iets minder dan een jaar, bij Xilos. Als development, business development manager, zoals dat heet, RPA. Ik help eigenlijk klanten om projecten rond automatisatie, administratieve automatisatie, op te zetten. Business cases ontdekken, technologie implementeren in de vorm van projecten, allerhande manieren om onze klanten te helpen. Voordien was ik 3 jaar recruitment director IT bij Powels Consulting, een staffingbedrijf. Dat was een kleine zijstap in mijn carrière waar ik heel veel geleerd heb over HR, recruitment, mensen op de juiste plaats zetten, mensen de juiste competenties aanleren, dat soort zaken meer. En voordien was ik 20 jaar, dat was het grootste deel van mijn carrière, eigenlijk IT-consultant in een aantal bedrijven, maar het grootste bedrijf was Kronos. Als architect, projectmanager, developer, analist, eigenlijk alle technische rollen binnen een project. Voordat we van start gaan, de agenda. Eerste stukje is eigenlijk een stukje geschiedenis en context van de Power Platform, maar in een breder kader. We hebben heel wat evoluties meegemaakt in de softwarewereld. Power Platform is daar vandaag het resultaat van. Ik wil jullie meenemen in die verschillende evoluties. Dat is geen technische uitleg, dat is vooral een stukje kijken waar komen we vandaan en waarom is de Power Platform vandaag interessant. Dan kijken we ook naar chatbots. Chatbots is een specifiek gegeven dat best wel hip en trendy is al enige tijd. Maar om dat goed te begrijpen voor mensen die minder technisch aan het werk zijn, heb ik een stukje belichting vanuit de menselijke kant meegebracht. En je zal zien op welke manier dat we daar naar kijken en op welke manier dat u helpt om de technologie beter te begrijpen en nadien ook te configureren. Dan een stuk demo waarin Wart jou meeneemt in een aantal scenario's binnen het HR-departement, binnen het administratief departement en dan het Power Platform. Hoe gaan we ermee aan de slag? Hoe identificeren we business cases? Hoe helpen we mensen daarmee werken? En wat is de impact op licentie? Voilà, dat is de agenda. Ik stel voor dat we meteen van start gaan met ons af te vragen, oké, waar staan we vandaag? We spreken heel vaak over digitale transformatie. Digitale transformatie is eigenlijk het veranderen van onze business met de hulp van technologie. Dat is al een hele tijd aan de gang natuurlijk, digitale transformatie. Dat is niet enkel dit jaar of enkel deze periode. COVID heeft een aantal versnellingen met zich meegebracht, maar digitale transformatie bestaat natuurlijk al een hele tijd. Als we kijken, digitale transformatie starten ergens 20 jaar geleden. 20 jaar geleden, software die binnen bedrijven kwam gerold met heel logge tools. Die tools zijn ondertussen veranderd. Hè. Die tools zijn veranderd in gebruikersvriendelijke tools en we gaan straks kijken wat dat ertoe geleid heeft tot die verandering. Om de digitale transformatie van vandaag ook beter te snappen. De bedrijven zijn veranderd in het gebruik van tools, maar ook de verwachtingen naar die tools zijn anders. Mensen hebben andere verwachtingen naar wat dat software zou moeten doen binnen de bedrijfsmuren dan wat ze 20 jaar geleden hadden. En die mensen, diezelfde mensen, die zijn natuurlijk ook een stukje slimmer geworden. Ze zijn slimmer geworden in het gebruik van technologie, door hun veranderingen in verwachtingen en weten wat eraan komt, zijn ze daar ook slimmer door geworden, doordat ze het zelf gedefinieerd hebben. Dus die combinatie van zaken, dat waren eigenlijk allemaal triggers of allemaal elementen die geleid hebben tot verschillende digitale transformaties in het verleden. Dat is niet altijd met de grote milestones, dat zijn niet altijd grote omwentelingen, maar natuurlijk waren daar een aantal omwentelingen. En ik denk dat we vandaag eigenlijk aan een volgende omwenteling gekomen zijn, waarbij dat aan de ene kant de tools ondertussen al goed veranderd zijn, we heel goed weten wat we willen van die tools, we ook weten op welke manier dat we die tools kunnen gebruiken, maar vandaag is daar een extra component bijgekomen die in al die aspecten ons idee nog een stuk gaat veranderen. We gaan nog andere tools krijgen, we gaan nog andere verwachtingen mogen hebben, die we vandaag nog niet durven hebben omdat we het domein nog niet kennen. En we gaan ook slimmer worden. En wij zelf gaan niet alleen slimmer worden, ook die systemen gaan slimmer worden. En dat is eigenlijk de nieuwe milestone waarin dat we ondertussen zijn beland, dat is de komst van artificiële intelligentie. Artificiële intelligentie is een hele brede term die eigenlijk een aantal onderdelen in de computerwereld afdekt. En we zullen zien op welke manier dat binnen het Power Platform en zeer concreet binnen de toepassingen die jullie vandaag gebruiken al aanwezig is. Maar laten we kijken naar de geschiedenis. Op welke manier zijn die tools geëvolueerd en hoe komen we tot AI?
Als we kijken in de geschiedenis, dan moeten we kijken naar die verschillende tools. En een van de eerste tools, mensen die al lang aan het werk zijn, gaan dit misschien herkennen, Kix. Een van de eerste tools en een van de eerste systemen was een mainframe-platform, waarbij de interface niet zo meteen grafisch was, maar eigenlijk met tekst menu's moest gaan kiezen. De groene schermen, mensen herinneren zich misschien nog, of helemaal niet meer. Ik alvast wel. Waren eigenlijk zeer logge, zeer moeilijke interfaces om informatie in te steken. En we noemen dat systems of records. Nu, die definitie heb ik niet zelf uitgevonden. Die komt van Geoffrey Moore. Dat is een bekende business consultant die een aantal boeken heeft geschreven en een aantal interessante video's heeft gepost rond dat topic. Ik zal die nadien ook wel delen. Maar goed, systems of records van 87 tot 2007 was eigenlijk de focus op de informatie die we hebben, moeten we gaan digitaliseren. Er was niet meteen een focus op gebruikersvriendelijkheid, het doel heiligde de middelen. We hadden een systeem en in eerste instantie was dat niet grafisch, was dat binnen met die groene schermen. Dan is Windows gekomen en was daar de muis bijgekomen, was het ietsje grafischer, maar nog altijd niet echt gebruikersvriendelijk. Daar was geen focus op. En eigenlijk de mensen die het systeem moesten gebruiken, werden getraind om dat systeem te gebruiken. Het is niet zo dat ze dat vanzelf intuïtief hadden. Ze gingen op een training en met die training gingen ze aan de slag, zoals iemand getraind wordt om, ik zeg maar iets, een kettingzaag te gebruiken. Of een hefdruk gebruiken. Businessgebruikers, administratieve gebruikers werden opgeleid om dat soort tools te gaan gebruiken. Zij waren ook niet kritisch. Zij hadden gewoon een opleiding gekregen en gingen daarmee aan de slag. Wat opgeslaan werd, was transactionele data. Puur de droge cijfers. Tot 2007 was dat zeker het geval. Dat is ondertussen al een hele tijd geleden natuurlijk. Als we dan kijken, er zijn een aantal events die ervoor gezorgd hebben dat we daar andere verwachtingen tegenover hebben gesteld. 9 januari 2007, Steve Jobs, met de bekende quote One More Thing, lanceert de eerste iPhone. De eerste iPhone, het lijkt alsof die altijd al bestaan heeft, maar de eerste iPhone was een echte gamechanger. De interface van het toestel, de manier hoe dat het toestel in de hand lag, de gebruiksvriendelijkheid, het gemak waarmee dat je dingen kon vinden zonder dat je daar per se een opleiding moest voor gaan volgen, dat was echt baanbrekend. En in 2006 was er een andere grote tech-ondernemer, Jeff Bezos, die Amazon, de boekenwinkel Amazon, vanuit Amazon zijn eerste cloud service online zette. De cloud service, zoals we het vandaag kennen, de mogelijkheid om computerkracht van de cloud te gaan gebruiken zonder dat je daar grote investeringen moet voor gaan doen. Dat waren eigenlijk twee events die ervoor gezorgd hebben dat we anders gingen gaan kijken naar tools. Mensen werden een stukje versterkt, werden empowered door die systemen te gaan gebruiken. Plots zagen ze wat mogelijk was. Ze hadden de beschikbaarheid ook tot cloud-based software die ze voordien niet hadden. Je had Facebook, je had Twitter, je had Calendar, je eigen mailsysteem op je toestel, zonder dat je daarvoor naar het kantoor moest gaan, dat je moest inloggen in een logsysteem. Mensen hadden dat, kochten dat gewoon in de winkel, zonder dat ze daar de werkgever voor nodig hadden. En eigenlijk noemen we dat fenomeen consumerization of IT. Dat betekent dat mensen, een hele brede groep mensen, breder dan de tot dan toe ervaren, getrainde businessgebruikers, hadden toegang tot technologie. Toegang tot technologie, maar ook ondernemers hadden toegang tot een bepaalde rekenkracht waarvoor ze geen grote investeringen moeten doen. Dat heeft geleid tot de start van sociale netwerken. Facebook, Twitter, Strava, Netlog, noem het maar op. Al die zaken zijn eigenlijk ontstaan vanuit die beweging. Vanuit de beweging om mensen tools te geven om het leven makkelijker te maken op basis van technologie, zonder dat dat bedrijf die die tools ontwikkelde daar heel veel moest voor gaan investeren. Het was heel makkelijk om software te gaan schrijven. Ook bedrijfssoftware is op die manier zeer versneld gaan lanceerd worden. We noemen dat eigenlijk systems of engagement. We betrokken een grote groep gebruikers in het gebruik van technologie, waardoor de verwachtingen aangepast werden en waardoor dat mensen totaal anders naar software gingen gaan kijken, waardoor dat bedrijven dan ook wel zich moesten veranderen en aan die verwachtingen moesten gaan voldoen. Dat is tot 2017 zo geweest. 2017, misschien een vreemd jaar. Wat is er in 2017 gebeurd? Wel, in 2017 zijn er een aantal zaken binnen de enterprise software, de bedrijfssoftware, veranderd. Een van de eerste zaken was eigenlijk Gartner. Gartner is een IT research bureau, het grootste IT research bureau in de wereld, die analyses doet van de markt van software, daar kwadranten voor uitschrijft.
als IT-directeur software willen gaan kiezen, dan kijken ze heel vaak naar dat kwadrant om te zien wat wordt het best gescoord, wat wordt er best geëvalueerd. Nu, Gartner zegt in 2017, eigenlijk ECM, Enterprise Content Management, de grote systems of records, maar dan geavanceerde systems of records, dat is dood. Dat bestaat niet meer zoals we het vandaag definiëren. Dat is niet meer relevant voor de markt. Het is niet meer zo dat bedrijven hele grote logisystemen opzetten om informatie te gaan bewaren. We gaan stoppen met die analyse van Enterprise Content Management Systems. We gaan het eigenlijk Digital Experience Platform noemen en Content Services. We gaan het veel servicegerichter maken. We gaan ervoor zorgen dat mensen niet meer over informatie moeten nadenken als een grote brok, maar veel fragmentairder moeten gaan nadenken. Meer relevanter aan de markt op dat moment. Dat was best baanbrekend, want heel veel softwareleveranciers, grote softwarehuizen, hingen vast aan dat kwadrant voor Enterprise Content Management. En waren helemaal niet klaar om een digital experience platform te zijn. En nog steeds voel je die naschokken van die beslissing. Een andere zaak die geleid heeft tot een bepaalde omwenteling, dat is de komst van If This Then That. Ik weet niet wie If This Then That kent, maar If This Then That is eigenlijk een tooltje die je op je gsm kan gaan installeren als gebruiker. Je hoeft dat niet, dus niet binnen de context van een bedrijf. Waarbij dat je dingen kan gaan koppelen met elkaar. Bijvoorbeeld, als ik een sms ontvang, dan wil ik de inhoud van de sms in een notitie wegschrijven op mijn telefoon. Als ik thuis kom met mijn wagen, dan wil ik dat het licht aan mijn inkomhal aanschiet. Stel dat je een Philips Hue lamp hebt en dat je wagen, dat je in je wagen GPS aan hebt gezet met je smartphone, dan is dat eigenlijk best eenvoudig op te zetten, zonder dat je daar zelf een regelcode voor moet gaan schrijven. Je moet geen Internet of Things specialist zijn, je moet eigenlijk gewoon dat tooltje installeren, de dingen aan elkaar koppelen en wat If This Then That noemt, een recipe gebruiken, een vooraf geschreven stukje integratie gaan gebruiken en enkel configureren. En dat is net eigenlijk de trigger voor een heel grote beweging, de grote beweging die we noemen citizen development. Citizen development betekent, we gaan mensen toegang geven tot technologie, die tot voor kort enkel voor programmeurs mogelijk was, om dingen zelf te gaan configureren. Dus waar we vroeger de mogelijkheid hadden om informatie op een andere manier te gaan consumeren, gaan we nu eigenlijk een stukje software op een andere manier gaan benaderen. Of althans het ontwikkelen van software op een andere manier gaan benaderen. En dat noemen we democratization of IT. Dat is één stukje. Een ander stukje, doordat die cloud providers steeds groter en beter worden, zijn er eigenlijk hapklare brokjes artificiële intelligentiecapaciteit klaar om in die configuratiesoftware te gaan steken. We gaan dat straks zien op welke manier dat gebeurt, maar je kan bijvoorbeeld in een stuk software tekstherkenning heel makkelijk gaan implementeren. Je hoeft daar geen tekstherkenning software developer voor te zijn of technisch engineer voor te zijn. Nee, je moet weten hoe het werkt, dat kunnen configureren en dan kan je daarmee aan de slag gaan. Eigenlijk mensen kunnen functionaliteit bouwen zonder dat ze zelf aan het programmeren zijn. En ook hier geven we eigenlijk toegang tot een veel bredere groep van gebruikers dan puur de IT-developers. Ja, net zoals dat we in de vorige beweging zagen dat we plots toegang gaven tot technologie aan een bredere groep dan enkel de gebruikers binnen het bedrijf, zien we nu net dezelfde hefboom. Er wordt plots een bredere groep van gebruikers betrokken die met een frisse blik, een andere kijk op functionaliteit bouwen aan de slag zal gaan. En dat is net de trigger waarom dat we spreken over systems of understanding. 1. Understanding omdat artificiële intelligentie in de kijker komt, op het toneel komt. En 2. Het is een beweging omdat die grote groep, eigenlijk of die vergrote groep, de hefboom zal zorgen. Daar zijn we echt van overtuigd. Nu, systems of understanding, daar moeten we misschien toch bij stilstaan. Een Power Platform is een systems of understanding of wordt gezien als een deeltje binnen systems of understanding. Nu, maar wat is dat nu juist, system of understanding? Als we gaan kijken, understanding, wat betekent dat juist? Computers, die we spreken van understanding wanneer dat gaat over cognitive computing. Computers begrijpen van zichzelf geen dingen natuurlijk. Ze zijn geen autonome wezens die dingen aangeleerd krijgen. Nee, ze hebben een aantal elementen in zich, of kunnen een aantal elementen in zich geprogrammeerd hebben die hen dingen helpen te laten begrijpen. Machine learning, artificiële intelligentie, natural language processing, computer vision, eigenlijk allemaal termen die een stukje artificiële intelligentie of het begrijpen van gecapteerde informatie vastneemt. Net hetzelfde bij de mens. De mens
waar we het bij de computers cognitive computing noemen, zeggen we bij de mens, ja, cognition, dat is een term die eigenlijk alles beslaat rond het ontvangen, opslaan en gebruiken van informatie. En daarbij ook het stukje communiceren rond informatie vastneemt. In het Engels noemen we cognitive realms. En het is eigenlijk op die manier dat ik daarnaar ben beginnen kijken, hoe kunnen we eigenlijk het computerstuk uitgelegd krijgen vanuit een menselijk perspectief. Vanuit een HR-departement zijn we gewoon om naar de mensen te kijken. En ik wil jullie het stukje artificiële intelligentie, wat op zich niet zo heel moeilijk is, dat lijkt heel grote magic en een black box, maar dat is helemaal niet zo, wanneer dat je het stuk vanuit de menselijke kant bekijkt. En laat ons dat meteen doen. En ik heb daar zelf de mosterd gehaald bij een boek van Kathleen Galotti, waarbij dat zij eigenlijk de cognitive realms, cognitive development, eigenlijk gaat definiëren vanuit een aantal aspecten. Perception, attention, memory, knowledge representation, language thinking. Dus het waarnemen, de focus, het geheugen, de kennis, weergave, de taal, denken en finaal uiteindelijk een beslissing nemen. En ik heb die zes aspecten eigenlijk tegenover elkaar gezet. 1 aan de menselijke kant, 2 aan de computerkant. En zo ga je zien dat die zaken eigenlijk heel gelijkaardig zijn. En als je er op die manier naar kijkt en op die manier probeert te begrijpen op welke manier dat een computer werkt, ga je ook heel veel sneller aan de slag gaan met bijvoorbeeld het configureren van een chatbot als citizen developer. Laten we starten bij het begin. Perception, de waarneming. Alle informatie, de waarneming is eigenlijk alle informatie die we opslaan vanuit onze zintuigen. Horen, zien, ruiken. Maar alles komt in een ruwe vorm binnen. Licht vormt de basis voor hetgeen wat we zien. Lichtstralen komen binnen onze ogen. We verwerken die en op een heel snelle manier identificeren we objecten. Geluidsgolven, net dezelfde manier. Trilhaartje in onze oren. Op die manier worden eigenlijk onze hersenen gestimuleerd om geluid te gaan herkennen. Waarneming is eigenlijk het aspect van het vastnemen of het ontvangen van die informatie in een ruw formaat. En daar natuurlijk ook een stukje herkenning aan gaan koppelen. Bij computers is dat niet anders natuurlijk. Computer heeft ook sensors. Heeft ook, als het ware, zintuigen, zij het dan kunstmatige zintuigen. Je hebt een camera, je hebt een microfoon. Dat zijn eigenlijk allemaal dezelfde tools. We hebben naar de mens gekeken om dat te ontwikkelen. Dezelfde tools die helpen om dat licht, om die geluidsgolven te gaan capteren. Daar zit natuurlijk ook een stukje verwerking in. Zo zal bijvoorbeeld, wanneer dat we een foto van een wei met grazende koeien gaan tonen aan een computer, de computer net hetzelfde doen als wat wij doen. Dat licht capteren, de omtrekken capteren, de kleur capteren, objecten gaan identificeren en dan daar verder processing mee doen. We noemen dat domein computer vision en er zijn heel veel bedrijven die bezig zijn met computer vision. Bijvoorbeeld om medische beelden te gaan analyseren. Objecten, zaken zullen herkend worden en op basis daarvan zal er verdere verwerking gebeuren. Maar het voordeel of het verschil met de computer en met de mens is dat computers ook specifieke sensoren hebben. Als we als mens aan iets voelen, en we voelen het is warm of het is niet warm, dan hebben we een natuurlijk reflex wanneer het te warm wordt. Omdat we ergens weten, dit object mag maar binnen die bepaalde range een bepaalde gevoelstemperatuur hebben. Als dat te warm wordt, gaan we alarm slaan. Wanneer we werken bij de computer met een thermometer, dan gaan we op voorhand bepalen wanneer die thermometer alarm moet slaan. Wanneer dat we voelen dat onze gsm-lader veel te warm wordt, of wanneer onze gsm veel te warm wordt, in onze gsm zit er een interne thermometer die zegt, oké, ik zit nu boven een bepaalde temperatuur, ik moet uitvallen, want ik ben veel te warm. Die thermometer, dat is gebruikt binnen een specifieke context. Dat hebben we als mens natuurlijk niet. We moeten veel meer rekenen, alvorens dat we daartoe gaan zijn. En we gaan waarschijnlijk ook nooit exacte temperatuur kennen. Bij een computer is dat natuurlijk anders. Dus dat is wat waarneming betreft. Waarneming, het capteren van informatie of het capteren van binnenkomende ruwe signalen. Dan hebben we aandacht. Aandacht is natuurlijk nodig wanneer dat we een taak moeten gaan uitvoeren. Wanneer dat ons verstand moet werken, dan hebben we een bepaalde focus nodig. We gaan daarbij alle externe factoren, externe stimulansen gaan afschermen. En we gaan ons ook afschermen voor andere afleidingen. Dat helpt om ons te focussen op hetgeen waar we mee bezig zijn. Zo gaan we, wanneer dat we praten met iemand anders, ons richten tot de persoon met wie dat we praten. We gaan niet plots met onze rug naar die persoon gaan praten. 1, dat is niet onbeleefd. En 2,
je mist gewoon heel veel van het gesprek door het feit dat je ja, enkel je baseert op het horen en niet per se op het zien. We hebben die aandacht nodig om alle informatie die op dat moment beschikbaar is te gaan capteren. Computers op zich kunnen zich natuurlijk niet gaan focussen. Dat zijn geen autonome manieren, geen autonome systemen die dat doen omdat ze dat moeten doen. Maar computers zijn natuurlijk wel in staat om geprogrammeerd te worden, om gefocust te worden. Denk aan onze thermometer. Onze thermometer dient eigenlijk om temperatuur waar te nemen binnen een specifieke context en dat op een zeer correcte, exacte manier te gaan doen. Wanneer dat we een snelheidscamera gaan implementeren of wanneer dat we een CO2-meter gaan implementeren in een vergaderzaal, dan gaan we eigenlijk al voor een stukje die focus gaan bepalen. Door te zeggen, beste sensor, je bent nu in deze context en de informatie die we van u verwachten is deze. En we gaan eigenlijk geen enkele andere optie niet meer gebruiken. We gaan niet zeggen wanneer dan een CO2-meter geplaatst wordt en de data die gecapteerd wordt, gaan we niet proberen te identificeren, ja, heeft dit nu over temperatuur, CO2 of over UV in de zaal. Nee, we weten, het gaat over de hoeveelheid zuurstof in de lucht. Dat is eigenlijk de manier hoe dat we aan een computer focus leren. Door hem in een bepaalde context te gaan zeggen, oké, dit is de informatie die je moet hebben en al de rest, daar moet je niets van aantrekken. Daar gaan we niets mee doen. Voor chatbots net hetzelfde. Wanneer dat chatbots aandacht moeten geven aan iets, of wanneer we chatbots moeten de indicatie geven dat ze moeten aandacht geven, dan gaan we bepaalde triggervragen gaan definiëren. Bijvoorbeeld, can you book a meeting room for me? Can you book a meeting room is een specifieke vraag waarmee dat we weten, als iemand die vraag stelt, kan de chatbot daarachter liggend mee aan de slag. Als iemand zegt, can you book a parking spot for me, or can you book a restaurant for me, dan zal hij daar niet op reageren. Can you book a meeting room for me, dat is een trigger die we op voorhand hebben geconfigureerd, waarbij dat we zeggen, oké, als dit stukje informatie tot u komt, daar moet je op richten. En al de rest moet je dan vergeten. Dat is de manier hoe we attention geven, aandacht geven aan een bepaald proces. Bij chatbots zijn dat dus triggers, en in een breder perspectief bij computers is dat echt de context waarin dat een waarneming gebeurt. Derde aspect, geheugen. Natuurlijk is het geheugen een zeer belangrijk element binnen ons brein. Het helpt ons om informatie op te slaan voor toekomstig gebruik. En wanneer dat we kijken op welke manier dat werkt, het geheugen bij ons, dan zeggen we, de mens, ons geheugen is constructief. Dat betekent dat we niet in staat zijn om elk stukje geheugen of elke herinnering die we hebben exact af te spelen. Nee, we gaan het eigenlijk terug gaan opbouwen op basis van gecodeerde informatie in ons verstand. We gaan als het ware alles terug opnieuw reconstrueren met alle elementen, alle puzzelstukjes die we op dat moment hebben. Vandaar dat een getuigenverslag niet altijd op de letter wordt genomen, omdat daar natuurlijk ook voor een stukje context bij zit die gekleurd kan zijn. Maar ons geheugen is constructief. Bij een computer is dat natuurlijk anders. Een computer die heeft een geheugen. Ik denk dat dat een van de meest besproken topics is binnen, of de meest besproken systeemelementen zijn van een computer. Dat is het geheugen. Hoeveel geheugen heeft jouw computer? Dat is een courante vraag. Een zeer bekend element, maar daaraan gekoppeld, dat is dan de hardware, het geheugen, de latjes RAM die je in je computer steekt, maar daaraan gekoppeld, de databank, is evengoed het geheugen. De databank is de plaats waar specifieke informatie opgeslagen wordt om later terug naar boven te halen om te gaan gebruiken. In het domein van artificiële intelligentie is geheugen natuurlijk zeer belangrijk, omdat het ons helpt om herinneringen, om voorbije processen op te slaan en daarvan te gaan leren. We noemen dat machine learning. We gaan straks wel in detail gaan zien hoe dat werkt, maar de databank en de manier waarop we informatie opslaan, de databank helpt ons om ons geheugen, zoals dat we dat bij de mens doen, onze herinneringen in op te slaan en daarvan te leren. Het geheugen op zich doet niets als we er niets mee doen natuurlijk. En als we er iets mee doen, dan spreken we over knowledge representation, kennis, weergave en categorisatie. Hoe meer informatie dat we hebben, hoe belangrijker dat wordt om die informatie zo goed mogelijk te gaan organiseren. Bij de mensen is er een experiment waarbij dat men vraagt, kan je 10 woorden opnoemen die starten met de letter W? Ik denk als je dat voor jezelf doet, dat je vrij makkelijk aan 10 woorden geraakt met de letter W en dat je daar niet zo heel lang moet over doen. Stel dat we diezelfde vraag stellen, maar niet zeggen, geef mij 10 woorden die beginnen met de letter W, maar geef mij 10 woorden die als vierde letter de letter W hebben. Dat zal al veel moeilijker zijn. Want dan moet je gaan op een andere manier in je brein gaan zoeken. Dan ga je niet meer naar de letter W en kijken bij de letter W. Nee, je gaat
woorden gaan uitvinden die, waaraan dat je op dat moment denkt en gaat bepalen, is de letter W hier de vierde letter of niet. Tenzij dat je brein op een totaal andere manier functioneert, maar op zich heeft men algemeen vastgesteld dat we wellicht onze informatie, de woorden in ons brein, alfabetisch gaan opslaan. Dat is een manier om onze informatie te gaan organiseren. En zo moeten we dat doen bij heel veel zaken. Wanneer dat we dat bij computers gaan bekijken, dan gaat dat eigenlijk op dezelfde manier. Computers hebben een databank. En een databank heeft ook een korte inhoud. Zoals dat we het alfabet hebben om onze letters, om onze woorden te gaan bewaren, hebben we bij een databank ook een soort manier van opslaan die we een index noemen. En we kunnen verschillende indexen hebben voor dezelfde soort informatie. Ik zal straks een filmpje delen, een heel grappig filmpje van Bert en Ernie, waarbij iemand probeert om een index, of waarbij Ernie probeert een index op te bouwen van speelgoed die voor zich ligt. Het definiëren van zo'n index noemen we klassificatie. Dat betekent, we gaan eigenlijk informatie in groepen gaan onderverdelen en we gaan die groepen een naam geven. En we gaan die naam geven volgens een bepaalde taxonomie. Alle objecten die rood zijn, alle objecten die te maken hebben met computers, alle objecten die te maken hebben met learning and development, alle termen die te maken hebben met een specifieke tak binnen onze bedrijfswereld. Dan noemen we een taxonomie en iets verdelen volgens een bepaalde taxonomie noemen we klassificatie. Nu kunnen we dat bij computers kunnen we dat op twee manieren gaan doen. We kunnen aan de ene kant op een basis van een regel gaan doen. Stel dat we een foto hebben en op die foto staat een voetbal, staat een groen grasveld en een wit doel. Dan kunnen we aan die computer zeggen, dit is een foto die handelt over voetbal. We kunnen dat zelf gaan zeggen. Als je een voetbal identificeert, als je een groen grasveld identificeert en als je een wit doel identificeert, dan mag je zeggen dat de foto over voetbal gaat. Dat is één manier van werken, waarbij dat we de regels op voorhand bepalen. Een andere manier van werken, en dan komt ons geheugen en artificiële intelligentie en machine learning en alles wat daarbij komt kijken in de picture. Dat is eigenlijk, we gaan op voorhand aan de computer een aantal foto's geven, waarbij dat we zeggen, kijk, deze foto's, die gaan over voetbal. En dan zal de computer zoveel mogelijk informatie van die foto's proberen capteren en in zijn databank gaan opslaan. Die gaan zeggen, al die foto's, ja, die hebben een voetbal op. Al die foto's, de hoofdkleur op die foto's is groen. Ah, ik zie daar een witte structuur van lijnen staan. Die gaat dat opslaan, zonder dat hij daar een betekenis aan geeft. Maar die gaat weten, oké, als ik dit allemaal tegenkom op een foto, dan is het wellicht een foto over voetbal. En zo gaan we, wanneer we een nieuwe foto aan het systeem geven, in staat zijn om die computer te laten zeggen, dit is een foto over voetbal. Dat is machine learning die we dan toepassen. We leren op basis van voorbije herinneringen wat eigenlijk het nieuwe zou moeten zijn. Zo kunnen we dat in heel veel toepassingen gaan doen, ook in processen. Als we een proces kennen, 3-4 stappen, en we zeggen dit proces loopt altijd volgens deze stappen, de volgende keer dat we in dat proces komen, gaan we de computer misschien in staat stellen om al de volgende stap te gaan voorspellen. Of al een hint te geven aan de gebruiker van, misschien is jouw volgende stap wel deze. Mensen die Google Maps of Waze in hun auto hebben, die weten misschien, wanneer dat je start in de wagen, dat de wagen zegt, ah, misschien wil je naar daar rijden. Wellicht omdat je in het verleden, in de voorbije dagen, op dit moment van de dag, altijd naar daar gereden bent. Nu met COVID blijven we allemaal thuis, er wordt er niet veel gereden. Maar dat is in ieder geval een toepassing van machine learning, die we vandaag kennen, die vandaag al aanwezig is, zonder dat je daar heel grote servers in je auto voor nodig hebt. Dus kennis, weergave, categorisatie, een van de belangrijkste aspecten in softwareautomatisatie en artificiële intelligentie. Volgende aspect, want dit gaat natuurlijk over gewoon algemene objecten, is eigenlijk het idee van de taal. Taal is een structuur en volgt een bepaalde set van regels. Per taal anders natuurlijk, maar het helpt ons om van geluiden letters te maken, van letters woorden te maken, van woorden zinnen te maken en op die manier betekenis te achterhalen. En zo kennen we de verschillende lagen binnen taal. We hebben de fonetische laag, waarbij dat iets uitgesproken wordt op een bepaalde manier. In het Frans wordt R anders uitgesproken dan in het Nederlands. Dat is een fonetische laag die per taal afhankelijk is. Zo hebben we woorden die anders zijn, zo hebben we zinsconstructies die anders zijn. En zo hebben we ook natuurlijk hele verhalen die cultureel gebonden zijn. Maar dat zou ons te ver leiden. De feitelijkheid, we hebben verschillende lagen, technische lagen van de taal die ons helpt om van geluid betekenis te maken.
Net hetzelfde gebeurt ook bij computers. Bij computers noemen we dat natural language processing. Dat is een techniek of een domein die al heel lang bestaat, waar we heel lang moeite doen om van taal betekenis te maken. Omdat het helpt om alle interfaces die we vandaag hebben, de muis, het toetsenbord, weg te helpen en gewoon te praten tegen onze computer. Wie het al geprobeerd heeft om te praten tegen een Amazon Alexa, tegen Google in de wagen, weet dat dat nog niet zo evident is. Maar goed, NLP of Natural Language Processing is de laatste jaren ook heel hard geëvolueerd. Het helpt ook in het herkennen van tekst op een afbeelding bijvoorbeeld. Als we kijken, wat is er belangrijk? En dan zijn er termen die terug aan bod komen en aan bod zullen komen ook in de demo's later in dit webinar. Dan gaan we eigenlijk drie topics of drie elementen gaan identificeren. We hebben category. De categorie is eigenlijk de definitie van de algemene groep. Bijvoorbeeld nieuwsinformatie van de categorie politiek. Politiek is in dit geval een categorie. Helpt ons om onze categorisatie te gaan doen. Kijken we een stukje lager dan de categorie, dan komen we aan topic. Topic is eigenlijk het onderwerp van de algemene categorie. Dus een subgroep binnen de categorie. Bijvoorbeeld, we hebben de categorie politiek en we hebben het topic presidentsverkiezingen. Zo kan je eigenlijk de klassificatie al voor een stuk gaan doen. En dan hebben we binnen een topic of binnen een taalstuk het idee van een entiteit. En een entiteit, dat is de definitie van een concept. Concept, bijvoorbeeld een plaats, een persoon, een organisatie, maar evengoed een entiteit die eigen is aan uw organisatie. En je zal zien in een latere fase, wanneer dat je aan de slag bent met Power Platform of met chatbots in het algemeen, dat je entiteiten moet gaan configureren. Entiteiten die eigen zijn aan uw organisatie en die helpen om een stukje taal te gaan begrijpen. Dat lijkt complex, dat lijkt abstract, maar je zal zien, dat is eigenlijk heel simpel. Maar je moet wel de concepten daarachter snappen, natuurlijk. Wanneer dat we zin hebben, Jeff was at Google today, dan weten we dat Jeff, of dan weten we, dan zal de computer in staat zijn om te zeggen, Jeff, dat is een entiteit van het type persoon. En Google is een entiteit van het type company. En op die manier is de zin, Jeff was at Google today, al een stukje betekenisvoller dan de woorden, Jeff was at Google today, zonder dat daar een bepaalde betekenis aan gehangen werd. Dus Jeff was at Google today heeft een betekenis doordat we die entiteiten kunnen gaan spotten. Vanuit die entiteiten kunnen we gaan zeggen, het was waarschijnlijk bezoekgerelateerd of het was waarschijnlijk toeristisch gerelateerd of afhankelijk van hoe dat je de topics hebt geconfigureerd en daarboven dan ook de categorieën hebt gezet. Dus dat is een zeer belangrijk aspect. Kennisweergave en taal zijn eigenlijk met elkaar verbonden en zijn belangrijk in het verwerken en het terugweergeven van informatie. En dan een van de laatste zaken, of zo niet de laatste zaak binnen het verwerken van informatie, dat is het denken, het redeneren en uiteindelijk een beslissing maken. Natuurlijk, wanneer we een proces gaan automatiseren, dan willen we een bepaalde actie. En die actie moet gebaseerd zijn op wat we noemen processing. Het verwerken van informatie met alle voorgaande stappen, of beroep doend op alle voorgaande elementen, zoals geheugen en onze databanken. Maar in het algemeen kunnen we zeggen, denken, dat is de breedste term. Dat is gewoon parate kennis toepassen om een probleem op te lossen. Een eenvoudige rekenoplossing gaan doen, voor iets gaan graven in ons geheugen. Denk aan de 10 woorden uit onze geheugen gaan halen, dat is denken. Dat is zonder heel veel bewuste, logische stapjes parate kennis naar boven brengen. Dan heb je redeneren. En redeneren is eigenlijk logische zaken na elkaar zetten. En daar dan een conclusie uit trekken. Logische zaken na elkaar zetten, waarbij dat we zeggen, oké, we stappen bij starten bij stap 1. En op basis van hetgeen wat we weten, is dit wellicht de volgende stap die we moeten zetten. En zo verder, om finaal een aantal opties over te houden en daar dan een beslissing te nemen. En dat is waar we naartoe willen wanneer we een probleem willen oplossen natuurlijk. Dat is uiteindelijk die beslissing. Dat is ook waar we naartoe willen wanneer we automatiseren. We willen dat de computer voor ons een aantal dingen doet, zonder dat we zelf moeten zeggen, en doe nu dit of doe nu dat. Dat kan heel moeilijk zijn, dat kan een heel moeilijke probleem zijn, maar kan ook een heel eenvoudige zaken zijn. Als we een mail ontvangen binnen een mailbox, dan willen we dat wanneer dat het onderwerp van de mail een bepaald woord bevat, de attachment van de mail op een server belandt. Dat omvat heel dat proces. Als we kijken naar computers, kunnen we dat op twee manieren gaan doen. Processing kan terug gebaseerd worden op regels. Regels die we op voorhand bepalen, die geprogrammeerd of geconfigureerd zijn en die helpen om informatie te processen. Mijn voorbeeld van de mail met een bepaalde bijlage, dat zijn de regels.
Als een mail binnenkomt met een bijlage en een bepaald woord in het onderwerp, dan moet je de bijlage opslaan. Dat zijn de set van regels. We gaan die op voorhand gaan configureren. Wanneer dat zich voordoet, wanneer die mail toekomt, gaat het systeem autonoom zeggen, aha, ik heb hier een mail, ik heb een bijlage, er zit het woord in het onderwerp en ik ga die bijlage gaan opslaan. Maar we kunnen dat ook een stuk automatiseren. We kunnen artificiële intelligentie gaan toepassen om automatisch zaken te gaan doen of beslissingen te gaan nemen. En wanneer dat we dat doen, dan gaan we, zoals we het daarnet al gezien hebben, onze herinnering gebruiken. We gaan eigenlijk voorbije processen opslaan en zeggen, kijk, dit is wat we in alle vorige gevallen hebben gedaan. En op basis van hetgeen wat we u geven, als je een nieuw gelijkaardig geval tegenkomt, ja, probeer dan zo goed mogelijk het voorgaande te benaderen, omdat dat de juiste zaken zijn. En dat is wat we noemen een model trainen. Denk aan, en dat zal je zeker tegenkomen binnen het Power Platform en binnen de AI-componenten, denk aan het herkennen van data op een factuur, wanneer dat een factuur binnenkomt en wanneer dat er een bepaald woord staat. Als we het 5 keer misgedaan hebben en we gaan zeggen, de 5 die je herkend hebt is eigenlijk geen 5, maar is een 3, maar door de druk is het een beetje verkeerd, we gaan dat 5 keer kunnen zeggen tegen dat systeem, die 5 is geen 5, maar een 3. Wel, de 6e keer dat dat systeem die 5 tegenkomt op dezelfde manier, zal het systeem in staat zijn om te zeggen, oké, het is hier een 3. Ik ben eigenlijk zekerder dat het een 3 is dan dat het een 5 is. En zo gaan we hele systemen kunnen gaan trainen. En dat trainen, dat is niet technisch, dat is iets wat we gewoon binnen de bestaande componentenset kunnen gaan doen. Maar het is heel belangrijk om te onthouden dat je dingen kan automatiseren op basis van regels, maar dat je ook dingen kan automatiseren op basis van ons geheugen en onze herinneringen die we in de computer hebben opgeslaan. Dat verschil maakt dat waar we vroeger die set van regels moesten gaan programmeren, vandaag eigenlijk bouwstenen hebben om veel dingen veel automatischer te doen. En dat is ook hetgeen wat dat binnen een Power Platform aanwezig is en waar ik het met jullie vandaag uitgebreider wil gaan over hebben. En het Power Platform, dat heeft een aantal componenten. Power Platform, men noemt dat ook een low-code platform. En wat betekent low-code platform? We hadden het al over citizen developers. Het low-code platform is eigenlijk een platform die in staat is om functionaliteit te bouwen zonder dat we gaan programmeren. Dat is de beweging waarover we spraken, waarom we nu in een beweging zitten van systems of understanding. Systemen die meteen al snappen waarover het gaat en die ons gewoon met een aantal tooltjes gaat helpen om dingen te automatiseren, zonder dat we de grote IT-afdeling onmiddellijk nodig hebben. We hebben ze nog altijd nodig, maar minder snel. En op een andere manier. En ik denk dat we ook op die manier vanuit de business daar best naar kijken. Nu goed, Power Platform, dat heeft voor de mensen die het niet kennen, 4 grote componenten. Power BI. Power BI is eigenlijk een tool die helpt om rapporten te bouwen op basis van verzamelde data. Je kan er data in verzamelen uit heel verschillende bronnen. Excel, databanken, tekstfiles, alles wat je maar kan denken. Die data gaan verzamelen, je kan die gaan verwerken en je kan die nadien gaan tonen in rapporten. In rapporten binnen Teams, maar evengoed PDF's, downloadfiles, geshared via mail, alles kan. Dus Power BI. Een zeer krachtige tool die voor een stukje Excel overbodig maakt. Maar je moet weten dat het bestaat en je moet natuurlijk ook een stukje kunnen gebruiken. Dan heb je Power Apps. Power Apps is eigenlijk, we zouden het oneerbiedig een formulierenbuilder kunnen noemen. Mensen die met Power Apps bezig zijn weten dat dat niet zo is. Maar het is eigenlijk een tool die helpt om interfaces te bouwen om informatie te capteren. Vaak in de vorm van formulieren, maar het helpt ook om data te gaan weergeven. En het interessante aan de Power Apps is dat je mobiele toepassingen kan gaan bouwen zonder dat je mobiele developer bent. Je klikt een aantal configuratie-elementen en UI-elementen samen en je hebt meteen een app, zonder dat je daar techniek voor nodig hebt. Derde luik, Power Automate. Power Automate is het automatisatiestuk binnen Power Platform. En we gaan daar straks een voorbeeld of meerdere voorbeelden van zien. Dat is, als we spraken over if this then that, als dit gebeurt, doe dan dat met dit. Power Automate is net dat. Waarbij dat we starten van een trigger, waarbij dat we met die trigger aan de slag gaan, in een bepaalde focus, data verwerken en daar een uitkomst aan geven. Dat is Power Automate. En dan Power Virtual Agent, dat is natuurlijk de chatbot binnen het Power Platform. Dat is een systeem die in staat is om via taal te gaan communiceren. Je gaat de gebruikers niet meer vragen om binnen een formulier zaken te gaan aanduiden. Nee, je gaat de gebruiker eigenlijk aanspreken
binnen de taal die de gebruiker op dat moment gewend is of waarvoor dat de chatbot is ontwikkeld. Vaak Engels, maar kan ook Nederlands, kan ook Frans, kan ook Duits, kan ook alle andere talen zijn of heel veel andere talen. En onderliggend, onder die zaken waarmee dat we als business mee aan de slag gaan, heb je een aantal tools. Je hebt dataconnectors die in staat zijn om met achterliggende systemen te gaan spreken. Stel dat je Salesforce in de organisatie hebt, of je hebt SAP in de organisatie, of Oracle in de organisatie, daar bestaan connectoren voor. Je moet geen software ontwikkelen om met Salesforce te gaan connecteren, bijvoorbeeld. Je moet geen software ontwikkelen om met SharePoint te gaan koppelen. Die zaken zijn aanwezig. Portals, je hebt de mogelijkheid om portals op te zetten zonder dat je daar IT voor nodig hebt. AI Builder, terug, je hebt AI-componenten die je heel makkelijk kan gaan aanspreken, zonder dat je softwareontwikkeling moet gaan doen. Je moet een stukje configureren, de kennis en de achtergrond hebben die we net gezien hebben, maar het is heel eenvoudig om te gaan zeggen, ik heb hier een PDF, geef mij alle tekst die op die PDF staat. Dat is een heel moeilijke AI die daarvoor gebruikt wordt, maar op zich moet je niet weten hoe die gebruikt wordt. Je moet gewoon weten, oké, dit kan dat en ik kan dat gaan in mijn proces gaan steken. Dan common data services. Als we spreken over het geheugen, dan is common data services het geheugen, de databank met de indexen, met de taxonomie van onze Power Platform. Ook dit heel eenvoudig te configureren met de termen die we gezien hebben. Je gaat er entities kunnen gaan configureren, je gaat topics kunnen gaan configureren. Je kan daarmee aan de slag. En je gaat die zaken ook heel intuïtief mee gaan kunnen bouwen. Nu, al die vier elementen zijn eigenlijk bedoeld om dingen te gaan automatiseren. En als we spreken over systems of understanding, en als we ons de vraag stellen, is Power Platform wel degelijk een system of understanding? Dan moeten we zeggen, ja, eigenlijk wel, want het gaat over ontvangen van informatie, het gaat over verwerken van informatie, het gaat over beslissingen nemen, zowel op basis van regels als op automatische manier. Het gaat over de weergave van informatie binnen chatbots, power-ups of dashboards. Het gaat over het communiceren via taal en het gaat over autonoom werken en nog zoveel meer. Dus ja, we kunnen zeggen, eigenlijk het Power Platform is de ideale tool, Systems of Understanding, die beantwoordt aan de beweging waarin dat we vandaag gestapt zijn. De beweging van mensen meer autonomie te geven, mensen als jullie in de business, meer autonomie te geven om met IT aan de slag te gaan zonder dat we echt IT'ers moeten zijn. En als we een van die componenten goed kunnen toelichten of goed moeten toelichten, dan is het moeilijkste op het eerste zicht, maar eigenlijk ook het makkelijkste om te gaan gebruiken. En dat is eigenlijk het Power Virtual Agents of Chatbot verhaal. En dat is eigenlijk het stukje waar ik u vandaag graag zou in mee willen nemen. Maar voor we naar het volgende topic gaan, stel ik voor dat we eventjes pauze nemen en binnen 3 minuutjes terug opstarten. Tot zo. Alvorens over te gaan tot de demo van de chatbot, gaan we eerst even kijken naar Power Automate. Power Automate, een manier om eenvoudige processen te gaan automatiseren. En we nemen hier bij het voorbeeld van de goedkeuring van een inkomend contract. Het contract wordt ontvangen, iemand laat het op in een SharePoint documentfolder en automatisch, op basis van wat daar gebeurt, zal er een goedkeuringsworkflow gestart worden waarna, na goedkeuren, de status Approved By toegevoegd wordt aan de documentfolder. Dat is een eenvoudig proces, maar gewoon om jullie uit te leggen hoe makkelijk dat is om dat eigenlijk in elkaar te knutselen. We hebben daar niet meer dan 5 of 10 minuutjes voor nodig. En we starten in het Power Platform webinar SharePoint site. Ik heb een kleine SharePoint site opgezet. Daar zit niet zo heel veel in. Een document library met een mapje incoming contracts waar onze contracten zullen in opgeladen worden. Dat is het eerste wat we hebben, SharePoint, met een document library. Het tweede wat we hebben, kijken bovenaan de tabs, dat is ons e-mailbericht. Ons e-mailbericht, ik ga dit wegdoen, die straks zal dienen om onze goedkeuring te geven. En dan de basis van onze workflow-activiteiten en onze workflow-configuratie, dat is eigenlijk flow.microsoft.com. Hierin zullen we onze flows gaan configureren. Je ziet, ik heb er hier een aantal staan. En de eerste die ik met jullie wil bekijken is de Approval Flow. Ik kan daarop klikken en dan komen we in dit scherm terecht. Ik heb het al klaargezet, gewoon omdat er een aantal zaken zijn, die, zoals selecteren van componentjes, die wat sneller gaan. Maar eigenlijk hebben we 3 grote stappen. En wat hebben we in die 3 grote stappen? We hebben eerst een trigger. De trigger, de focus die je nodig hebt, de aandacht die nodig is om een bepaalde stap
nadien te gaan uitvoeren. En de trigger is in dit geval when a file is created in a folder. En eigenlijk is dat heel simpel. Ik kan die trigger, en ik kan dat doen, en als ik een nieuwe flow wil maken, hè, dan kan ik zeggen create automated cloud flow. Ik kan dat een test een naam geven, test flow. En hier kan ik dan eigenlijk kiezen when an item is created. Ik kan create zeggen en we zijn vertrokken. Ik ga dat nu niet doen from scratch. Ik ga mijn eigen flow nemen. En hier, when a file is created in a folder. Zeer makkelijk. Je hoeft er niet voor te programmeren. Wat je doet is, je kiest siteadres. In dit geval zijn er heel veel sites die op die SharePoint-implementatie staan. Maar HR Power Platform Webinar is de site die we nodig hebben. En dan kies je de folder ID. Ook dit, zeer makkelijk. Je kan daar naartoe gaan scrollen. Contract en dan incoming contract. En dit is de folder die we hebben. Dan de volgende stap. Dus we hebben onze trigger. Wanneer een item of een file toegevoegd wordt in deze folder, dan moet er iets gebeuren. En wat moet er nu juist gebeuren? Dat is de volgende stap. De volgende stap is, oké, als er iets binnenkomt in die folder, vraag de eigenschappen of haal de eigenschappen van dat document op. In dit geval terug net dezelfde configuratie, mijn siteadres, mijn bibliotheeknaam, de specifieke folder waar ik wil gaan kijken, en dan include nested items, ja of nee, mocht ik een subfolder hebben en ik wil ook daarvan de items gaan laten goedkeuren, dan zeg ik hier ja en anders zeg ik nee. Standaard staat het op ja, ik zet het op nee voor alle duidelijkheid. Heeft verder geen impact op de flow. De volgende stap, en de volgende stap lijkt moeilijk, maar is eigenlijk niet zo heel moeilijk, en dat gaat voor, dit gaat vanzelf, dat is eigenlijk start en ik kan dat tonen. Approval. En zo voeg je componenten toe. Hè. Je kiest een operation. En een operation is een verwerkingsstap, een processingstap in de flow. En ik kan zeggen approval. En dan heb ik hier meteen mijn zaken die ik zou nodig hebben. En create an approval. Dat is hetgeen dat we nodig hebben, die er eigenlijk al in zit. Start and wait for an approval. En dan wat kan ik hier kiezen? De mogelijkheid approve reject. Iedereen die een approval vraag krijgt, moet antwoorden. Je kan ook kiezen om slechts één iemand te laten antwoorden. Dat kan je zelf kiezen. De titel van de approval. Je zal zien dat is de titel die in de mail tevoorschijn komt wanneer iemand een vraag tot approval krijgt. Assign to. En in dit geval heb ik John Doe, dat is mijn gebruiker hier. Heb ik John Doe hard geconfigureerd als zijn, die zal de approvalvraag krijgen. Natuurlijk kan je hier veel slimmer mee omgaan en kan je gaan zeggen, oké, ik wil iemand uit de organisatie, of ik wil de N plus 1 van deze persoon, of ik wil de N min 1 van deze persoon, of ik wil uit Active Directory alle mensen in een bepaalde groep. Je kan hier heel, heel ver in gaan, maar dan heb je een aantal voorgaande stappen nodig. Voor de eenvoudigheid van de demo heb ik mezelf als approver aangeduid. En dan een item link. En dit is interessant. Dus we zijn eigenlijk bezig met onze stappen te configureren. En hier willen we eigenlijk weten, wat is de link van het item waar we goedkeuring voor hebben. Weet, we hebben hier de file properties opgevraagd. Als ik dit moet gaan invullen, dan geeft Power Automate mij onmiddellijk de mogelijkheid om uit de voorgaande stappen informatie te gaan halen. En dat wordt aangeduid, get files, properties only. Dus hier, uit deze stap, krijg je al deze informatie. En dan kan ik gaan zeggen, ik heb de link nodig, ik tik link in, en dan zie ik link to item. En ik heb dat nodig, en ik klik erop en ik vul dat in. Dus eenvoudiger dan dat is het. Moeilijker dan dat is het in ieder geval niet. Ik kan daar nog een beschrijving aan geven, maar goed, dat zijn zaken die niet verplicht zijn. Dit is een lus. Microsoft Power Platform heeft dat zelf voorzien. Ik heb gewoon start and wait for approval gekozen en Microsoft zet daar zelf, of Power Platform zet daar zelf een lus rond. Dus daar moeten we verder geen aandacht aan geven. Dat doet zijn werk. De volgende stap is, wanneer dat je een approval hebt gekregen, dan gaan we onze status van onze document in onze folder gaan updaten. Apply to each, terug, voor elke goedkeuring die we hebben, is dat het geval. Voor elk antwoord dat we krijgen, responses, en dat zijn de responses die, en je ziet het daar, start and wait for an approval, alle antwoorden die hieruit komen, daar moeten we iets mee doen. En wat moeten we doen? De file properties gaan updaten van ons item waar we naar op zoek zijn. En dat is net hetzelfde hier, dus ik zeg de siteadres,
in welke documentbibliotheek ik moet gaan zoeken. En dan de ID van het item waar we mee aan het werken zijn. En ook hier, ID van het item, get file properties only, ID. Dat is eigenlijk uit deze stap de ID die we zullen aanpassen. En wat willen we aanpassen? We willen eigenlijk approved by gaan invullen met de naam van de approver. Dat was eigenlijk hier. De naam van de approver is, en ik zal even wegdoen, dan kan je zien, approved by. En dan zie je hier, start and wait for an approval, een hele reeks informatie die je kan gaan invullen. Eigenlijk willen we enkel de naam kennen. Approver, responses approver name. Zo, ik ga dit eraan toevoegen. Dit is onze flow. Verder zullen we niet gaan, maar dit zal in ieder geval de taak uitvoeren. Dus samengevat, we hebben drie stappen. Eén, onze trigger. Onze trigger is eigenlijk de vraag naar focus. Het moment wanneer dat we informatie ontvangen of wanneer er iets gebeurt. In dit geval, wanneer een file wordt toegevoegd in een folder, dan moeten we iets doen. We halen de eigenschappen van dat bestand op dat net is aangemaakt. En op basis van de eigenschappen gaan we zeggen, oké, ik wil daar een approval voor. Ik wil iemand laten goedkeuren. Iets goedkeuren is een standaardproces in Power Automate waar we verder niets voor moeten gaan programmeren. Je zal zien, dat werkt vanzelf. Er wordt een mail gestuurd, je kan notificaties krijgen. Je hoeft daar zelf niets voor te doen. Je hebt enkel deze drie stappen te configureren. We kunnen dat testen. En als ik zeg test, dan zeg ik manually. Dan staat add a file to the SharePoint folder you selected to trigger it. Met andere woorden, als ik een file toevoeg, dan zal dit getest worden. Ik klik op test. Ik ga nu naar mijn SharePoint folder. En ik ga hier een document opladen. Ik heb hier een document staan. Ik ga dit document opladen in onze SharePoint folder. Voilà. Ik heb hier net een document opgeladen. Whitepaper EN2017-1201. Deze PDF is klaar. En dan ga je zien, we gaan terug naar onze workflow. En je ziet meteen, er zijn al twee stappen gepasseerd. De eerste stap, oké, een groene check. Er is een file gecreëerd in deze folder. En de properties zijn succesvol opgehaald. Nu wacht het systeem eigenlijk op de goedkeuring. En de goedkeuring, hoe ziet die eruit? We kunnen dat op twee manieren zien. Eén, in onze mail. We hebben net een mail gekregen. Iemand heeft een contract approval gevraagd met een link en de mogelijkheid om approve te doen. Als ik daarop klik, dan zal hij mij naar het approval center brengen. En dit is de tweede manier om een approval te zien. Hier zie je alle requests die vandaag nog openstaan. In dit geval zeg ik confirm, ik zal het approven. Voilà. Wacht eventjes. Response successfully recorded. Dan gaan we terugkijken naar onze flow, wat er aan de hand is. En dan zie je, alle stappen zijn goed uitgevoerd. Ja, start and wait for approval. En hier kan je in detail gaan zien wat er gebeurt, maar daar hoef je niet naar te kijken. Als er iets fout is, is het interessant om te zien wat er fout is gegaan. In dit geval is alles goed gelopen. En dan zullen we zien in onze document library dat de approved by John Doe is ingevuld. En eigenlijk is het heel simpel en zijn de meeste zaken op deze manier op te lossen. Met 3, 4, 5 verschillende stapjes kan je heel makkelijk aanvragen gaan of goedkeuringen en afkeuringen gaan configureren. Net hetzelfde met aanvragen, net hetzelfde met het capteren van informatie. Dit zorgt in ieder geval voor een overzichtelijkere manier van werken in het goedkeuringsproces. Welkom Wart. Jij zal een demo geven van Microsoft Power Virtual Agents met 3 verschillende cases. Interne verlofdagen opvragen, de mogelijkheid om externe informatie over een bepaald dossier te laten opvragen en dan wanneer de Power Virtual Agent of de chatbot het niet meteen weet, doorgestuurd worden naar een fallback scenario rond frequently asked questions. Dat klopt? Ja, dat klopt helemaal. Ja, dus ik heb hier inderdaad 3 voorbeeldjes, of 3 topics beter, hoe het noemt, binnen Power Virtual Agents opgezet. Waarbij het inderdaad enerzijds gaat over die verlofvragen voor HR, dan nog eentje over hier specifiek
extra details over verzekeringen kunnen gaan opvragen als eigenlijk externe of klant zijnde. En dan inderdaad nog één fallback topic, zoals we dat noemen, om als de vragen toch niet gekend zijn, om toch nog ergens te gaan zoeken naar een antwoord. Zoals je dat bijvoorbeeld ook in een vak kan doen, maar hier zal de bot dat dan voor jou doen. Dus ik ga starten bij het meest simpele scenario dat ik heb opgezet eigenlijk in Power Virtual Agents. Ik ga er meteen even op doorklikken om te kijken van oké, wat heb ik die opgebouwd? Dus ik ga beginnen met het HR-scenario eigenlijk, dus het interne scenario binnen het bedrijf zelf. Dus dit is dan inderdaad om taken voor HR te gaan vergemakkelijken, zodat zij minder alledaagse vragen of repetitieve vragen, zeg maar, zelf gaan krijgen, maar dat ze die eigenlijk door de bot kunnen gaan laten afhandelen. Dus je ziet hier eigenlijk een vrij ja, simpele opzet, zoals ik al zei. Dus drie blokjes. Je ziet een trigger phrase of een zin die de trigger maakt om eigenlijk te zeggen van oké, dit gaat hier, of de vraag gaat hier over de verlofdagen. Dan een actie die dat de verlofaanvragen gaat ophalen. Daar kan ik zo meteen iets verder, even heel kort verder op ingaan van waar dat die dan vandaan kunnen komen. En dan is het antwoord verstuurd vanaf dat de verlofdagen zijn opgehaald. En dat is het eigenlijk al. Ik ga eens heel even laten zien. Stel van ik ben een interne medewerker en ik zit met de vraag, ja, welke officiële verlofdagen hebben wij nu binnen ons bedrijf? Kan ik gewoon naar de bot gaan? Deze bot is nu in het Engels ingesteld, dus ik vraag hier in het Engels: Hallo, can you send me official holidays? Voilà, ik verstuur die. En je gaat eigenlijk ook meteen zien hier aan de rechterkant dat hij zo meteen ook direct zal tonen welke stappen zijn uitgevoerd. Dus kan ik ook direct gaan volgen, oké, waar zit mijn bot? Nu is de flow heel simpel, wordt er meteen een antwoord gegeven. Maar als de flow in een volgend scenario gaan we dat zien dat het iets complexer wordt, gaan we ook kunnen volgen waar de bot zich op dat moment of in welke stap dat de bot zich op dat moment eigenlijk bevindt. Ik ga heel even doorklikken hier op de details van, oké, van waar komen die verlofdagen nu? Hè? Want het is natuurlijk heel interessant om te weten van, ja, bij ons in het bedrijf is het zo dat de officiële verlofdagen zijn ingegeven, bijvoorbeeld in een ERP-systeem of dergelijke, of een CRM-pakket, ik zeg maar iets. En hier heb ik dat nu, dit voorbeeldje, even een heel simpel in een SharePoint-lijstje gestoken. Dus ik klik even door. Hier ga ik door naar Power Automate. Dus je ziet dat de connectie heel makkelijk gemaakt is met Power Automate om eigenlijk flows te kunnen gaan definiëren om de data vanuit externe systemen, hier nu SharePoint, zoals je hier kan zien. Dus ik haal hier eigenlijk de items uit SharePoint op, maar ik kan ook Salesforce, SAP, allerhande systemen, noem maar op, Dynamics 365 uiteraard ook. Dus van alle acties zijn hier mogelijk. Die zijn eigenlijk allemaal voorzien vanuit het Power Automate systeem. Dus hier komt de kracht van Microsoft natuurlijk, waardoor zij heel makkelijk hun systemen bij elkaar kunnen brengen. Ja, verder is hier eigenlijk heel weinig aan. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb een lijstje in SharePoint opgezet. Die noemt Official Holidays. Ik kan er heel even naartoe gaan om te laten zien hoe eenvoudig het eigenlijk is. Voilà, hier ben ik. Dus ik heb gewoon een lijstje gemaakt waar ik zeg de titel van de verlofdag met dan de datum ernaast. En in Power Automate kan ik dan heel makkelijk eigenlijk door die lijst lussen en eigenlijk gewoon een antwoord gaan opstellen die ik daarna dan teruggeef aan Power Virtual Agents. En op dezelfde manier zouden we eigenlijk ook ervoor kunnen zorgen dat iemand vraagt: is er verlof op 11 november? Dat de virtual agent antwoordt: ja, inderdaad, of nee, het staat niet in onze lijst. Kan perfect, inderdaad. Ja. Want je kan inderdaad dan uit het antwoord gaan halen van ah, oké, het gaat hier over 11 november. Dat kan ik hier dan gaan filteren of gaan dubbelchecken eigenlijk in mijn lijst in SharePoint. Van oké, zijn er officiële verlofdagen op 11 november? Ja, oké, dan kan ik het antwoord ja teruggeven. Dus dat is inderdaad perfect mogelijk. Ja, klopt. Dus ja, ik denk dat, dus je ziet ja, hoe simpel het is. Drie blokjes heb ik hier. Oké, in Power Automate moet je dan inderdaad een klein beetje feeling krijgen met hoe kan ik een flow opstellen. Er zijn heel veel standaard acties. Ik ga ze nog eens heel even laten zien. Dus als ik hier zoek op SharePoint, ga je zien dat dat allemaal standaard acties zijn. Dus get items, ook bestanden kan je hiermee gaan lezen of gaan ophalen. Ook voor andere systemen zijn er die.
Dus zoek bijvoorbeeld Salesforce of dergelijke. En dus die zijn er ook allemaal. Dus ja, er is heel veel mogelijk eigenlijk out of the box zonder dat je echt die programmeerkennis of echt moet gaan programmeren om je bot eigenlijk echt ja, logica te laten implementeren of zaken te gaan laten ophalen of zelfs gaan aanpassen in externe systemen. Dus dat is allemaal mogelijk en heel makkelijk geïntegreerd via Power Automate. Vanuit daar kunnen we denk ik al doorgaan naar ons volgende scenario, want hier is denk ik niet meer heel veel meer bij te vermelden. Ik denk dat je nu de scenario's wel kan zien, zoals Pieter daarnet ook al vroeg, van wat nu de mogelijkheden zijn om als interne, ja, nu HR-bot, maar het kan ook bijvoorbeeld een IT-bot zijn om de alledaagse IT-vragen te vergemakkelijken, om eigenlijk te gaan kijken van oké, hoe kunnen we daar ons personeel, het repetitief werk eigenlijk gaan verlichten eigenlijk voor ons personeel. Dan ga ik naar mijn volgende scenario gaan, dat iets complexer wel is. En dan wordt het uiteraard ook weer iets interessanter natuurlijk, om te kijken van oké, wat kan daar dan als we iets verder willen gaan. Dit scenario gaat over een verzekering in dit geval. Dus het scenario, stel ik ben een klant en ik heb een vraag over mijn verzekering. Ik weet dat ik verzekerd ben bij een bepaalde partij. Maar ik heb over mijn verzekering nog bepaalde vragen. Ik wil daar meer details over opvragen, want ik kan me niet meer goed herinneren welke verzekering ik net heb afgesloten en wat daar eigenlijk de voorwaarden aan zijn die daar aan hangen. Dus ik doe hier deze bot flow eigenlijk open en ik zie hier inderdaad al direct al wat meer blokjes staan en je ziet de lijntjes ook lopen. De lijntjes duiden eigenlijk aan wat de flow van de bot is. Dus je gaat zien dat hier de lijn naar beneden doorloopt en dan hier op een bepaald moment hij terug naar boven gaat gaan. Je gaat straks zien, als ik het effectief hier ga voordoen met de bot, dan dat het eigenlijk gaat over dat als hij een verkeerd antwoord krijgt of een verkeerde input krijgt van de eindgebruiker, dat hij dan opnieuw de vraag terug gaat stellen. En zegt van ja, oké, voor deze input heb ik voor jou geen antwoord. Dus alsjeblieft, geef mij de correcte input, zodat ik jou wel kan verder helpen. Voilà. Dus we gaan even kijken naar de flow. Dus waarover gaat het hier? Het gaat hier dus, zoals ik al zei, over een verzekering. Ik ga hier zo meteen de vraag stellen van, kan ik iets meer informatie krijgen over mijn verzekering? En daarna gaat hij eigenlijk ook hier weer in SharePoint. Uiteraard zal dat in een realistisch scenario uit een ander systeem komen, hè? Maar hier ga ik dan nu uit SharePoint uitlezen om te zien van oké, voor die klant, welke verzekeringen heeft die klant en voor wat is hij bijvoorbeeld verzekerd? Want je kan uiteraard een autoverzekering hebben, maar die heb je in verschillende soorten en maten. En bepaalde zaken zijn niet verzekerd, bepaalde zaken wel. Hè? Dus dat wil ik weten als klant. En dat kan die bot mij hier nu gaan geven. Dus als ik nu naar de bot ga en ik zeg van oké, can I get some more information about my insurance? Dus je ziet ook dat de vraag hier niet exact matcht. Dus ik heb hier some tussen gezet. Zelfs al ga je bepaalde verdraaiingen in je vraag maken, dan zal hij alsnog slim genoeg zijn om toch te gaan matchen eigenlijk met dit insurance topic hier. En alsnog eigenlijk het juiste topic te gaan selecteren. Dus je ziet direct, hij komt meteen binnen. Je ziet ook in welke stap hij nu hangt. Dus de bot die stelt meteen een tweede vraag aan mij. Hij zegt, oké, het gaat hier over een verzekering, maar om jou verder te kunnen helpen, moet ik nog een policy number hebben. Dus je verzekeringspolis nummer, en dat kennen we allemaal wel, denk ik. En die moet ik nu gaan opgeven. Ik ga nu heel even naar SharePoint kijken om te kijken wat dat verzekeringspolisnummer juist is. Want dat weet ik niet meer van buiten. Hier moet ik zijn. Dan ga ik die hieruit even kopiëren. Uiteraard zal je die in een realistisch scenario van je laatste factuur of dergelijke, of van je initiële papieren van de verzekering gaan terughalen. Ik zend hier mijn polisnummer naar de bot. En hier gaat hij kijken, ah, oké, ik heb er eentje gevonden. En dus hij doet eigenlijk de check in SharePoint van, ah, vind ik iets voor die polisnummer? Indien dat niet het geval zou zijn, zou hij inderdaad terug opnieuw gaan vragen van, ja, this policy number is not recognized in our systems. En gaat eigenlijk opnieuw naar boven, en vandaar dat lijntje hier links, om te gaan zeggen van, geef me wel een correct polisnummer. Zonder kunnen we je uiteraard niet verder helpen. Dan komt de volgende vraag.
van oké, okay, je hebt een Car Omnium Plus Insurance. Welke details voel je eigenlijk van je verzekering? En dus ik kan twee zaken opvragen hier in dit geval. Ik kan meer details vragen over voor welke zaken ik verzekerd ben. Maar ik kan ook vragen van oké, okay, wanneer is mijn renewal date? En dus wanneer zal ik een nieuwe factuur aankrijgen? Ik ga in dit geval meer vragen stellen over voor wat ik nu specifiek verzekerd ben. Ik druk dat aan en je ziet direct dat de bot ook hier op de linkerkant gaat doorgaan en ook aangeeft naar welke weg hij eigenlijk is ingeslagen in de flow van de bot, zeg maar. En dan zie je dat hij hier meteen een beschrijving teruggeeft. En dus hij gaat hier zeggen van oké, hij heeft de coverage details aangeduid en hier op de linkerkant zie je inderdaad dat er een beschrijving terugkomt. En hier zie ik mooi opgelijst voor wat ik allemaal verzekerd ben. Dus ik denk dat dit een vrij realistisch scenario kan zijn over hoe dat klanten ook makkelijk, en je ziet eigenlijk in drie stappen eigenlijk heel makkelijk, of in twee zelfs maar, worden verder geholpen met toch heel nuttige informatie, heel concrete informatie waarvoor dat je anders of zou moeten bellen of heen en weer zou moeten gaan mailen met een agent van uw verzekeringsmaatschappij. Ja, ik denk dat er bij dit scenario niet meer heel veel extra's uit te leggen. Ik kan hier opnieuw naar de flow gaan, maar de flow gaat er eigenlijk net hetzelfde uitzien als dat we net hebben gezien bij het HR-departement. Dus hij gaat gewoon naar het SharePoint-lijstje en gaat daar even checken van oké, okay, hebben we hier een record eigenlijk voor dit polisnummer? Ja, oké, okay, dan is het goed en dan kunnen we verder gaan. Zo niet, dan stel ik de vraag opnieuw van u heeft een fout polisnummer ingegeven. Kan u alstublieft een correct polisnummer opgeven? Dus eigenlijk een vrij makkelijk scenario nog, hè, want er komen wel al een paar blokjes aan te pas. Maar het is niet om te zeggen dat je hier uren en uren aan bezig bent om dit op te zetten. Voilà. En dan denk ik dat we meteen naar ons laatste scenario kunnen overgaan. Dus als ik terug naar mijn topics ga hier op de linkerkant. Dan kan ik hier naar mijn fallback topic gaan. Ik ga dat even openklikken. Nu, dat fallback topic dat ik geconfigureerd heb hier, gaat eigenlijk gebruik maken van de Q&A Maker van Microsoft. Wat is de Q&A Maker? Ik kan dat ook heel even kort laten zien. Ik heb die hier openstaan. Het is eigenlijk heel simpel. Een vraag-antwoord database eigenlijk. Dus heel simpel, waar dat mensen gewoon extra vragen, extra antwoorden makkelijk aan kunnen toevoegen. Dat is heel vrij gebruiksvriendelijk eigenlijk wel. En je gaat hier zien dat ik hier een drietal vragen eigenlijk heb geconfigureerd. En hier ga je ook zien dat AI zeker zijn werk doet. Want zelfs als je de vragen redelijk naast de gedefinieerde vraag stelt, gaat hij alsnog echt wel proberen om eigenlijk de vertaling naar de menselijke taal toch proberen te maken en toch een match proberen te vinden in de vragen die hier zijn opgegeven in Q&A Maker eigenlijk. En we doen dat hier nu in het Engels. We zien de content in het Engels. Hoe moeten we de vertaling hier invoeren? Moeten we dan per topic een volledige vertaling geven? Hoe werkt de vertaling hier? Heb je daar een idee van? De vertaling op dit moment is, je maakt eigenlijk een Q&A Maker database, maak je eigenlijk aan met een taal. Hè? Oké. Dus vanaf dat je een Q&A Maker database gaat definiëren, gaat hij als eerste de vraag stellen. Oké, okay, je gaat een nieuwe knowledge base, hè, wat de officiële term is, je gaat een nieuwe knowledge base maken, geef mij hier jouw taal. En op basis daarvan gaat hij achterliggend heel wat zaken configureren. In zijn AI-engines eigenlijk, die daarachter zitten, die gaan zeggen van, ah, oké, okay, we moeten hier op het Engelse gaan focussen of we moeten bijvoorbeeld op het Nederlandse gaan focussen. En het Nederlandse is ondertussen ook wel ondersteund volledig. Het is ook perfect mogelijk om dit in het Nederlands te maken. Hè? Ik Maar veronderstel Nederlands, Frans, Engels geen problemen. Q&A. nee, ja, inderdaad. Dus die talen zijn allemaal al ondersteund. Je kan perfect op Google direct terugvinden in de documentatie van Microsoft welke extra talen er nog ondersteund zijn. Goed. Voilà. Dus ja, heel simpel. Vraag-antwoord. Meer heb ik hier niet aan moeten doen. En dan kan ik die direct weer vanuit Power Automate, ga ik zelfs weer wel even open doen, kan ik die direct aanspreken en zeggen van hey, ik heb een Q&A Maker knowledge base gemaakt. Ga eens kijken of ik daar misschien een antwoord heb voor mijn vraag. Dus ik ga hier even mijn bot refreshen en ik vraag een vraag uit mijn Q&A Maker. Ik weet bijvoorbeeld dat er iets in staat dat iets zegt over de openingsuren van de kantoren.
Dus ik ga eens heel even kijken naar mijn knowledge base. Hier gaat het bijvoorbeeld over een delay van een betaling. Hè, dus met de corona, die zit er ook in. Maar er zit ook een vraag in om te zeggen van oké, onze kantoren zijn dan en dan geopend. Dus ik ga even daar iets rondvragen. When are the offices open these days? Met corona, je weet maar nooit. Dus je ziet direct, herkent de vraag niet in andere topics, want ik heb voor de rest geen topics gedefinieerd die omtrent de kantoren, die iets zeggen over de kantoren of over de openingsuren van de kantoren. Dus hij gaat direct in die fallback topic springen, en dus de unrecognized user input, en hij gaat daarmee eigenlijk naar de Q&A maker kijken en dan geeft hij terug, ja. Ze zijn open, maar het is wel aangeraden om deze dagen de communicatie via het internet of telefoon te doen. En wat denk ik vrij logisch is. Dus op zich hebben we ons antwoord hier gevonden. Ik heb er nu niet specifiek de openingsuren bij gezet. En je gaat dat ook zien in die knowledge base. Ik heb geen openingsuren gedefinieerd. Ik kan die hierbij zetten om het misschien iets duidelijker te maken, uiteraard. Hè. Want ja, de kantoren zijn open, zegt natuurlijk nog niet direct iets over de tijdsperiodes wanneer ze open zijn. Maar dat is uiteraard volledig zelf te configureren. Hè. Dus ik had dat hierbij kunnen zetten en dan hadden wij dat hier in de Power Virtual Agents ook direct als antwoord teruggekregen. Ja, voilà. Ik denk Ja, dat dit. ik zie, als ik eventjes mag, ik zie daar inderdaad, dus de bot geeft een antwoord terug. En er staat Ja. meteen, if the answer to your question is not clear yet, click here to start chatting with an agent. Dat is natuurlijk ook een mogelijkheid wanneer gebruikers het gevoel hebben dat ze niet geholpen worden door de virtual agent. Dus het is zeer makkelijk om door te schakelen naar, in dit geval, iemand van van het onthaal of van dossierbeheer, maar evengoed payroll officer of wie dat je dan configureert. Om gebeld te worden, natuurlijk, denk ik dan. Ja, klopt, inderdaad. Ja, Oké. inderdaad. Dus het is inderdaad nog niet zo dat het een volledig live chat platform is waar dat je verschillende agents in kan steken. Dus zover zijn we nog niet. Maar je kan inderdaad perfect doorlinken naar inderdaad een extern platform of zelfs inderdaad een maillinkje of dergelijke. En dat ze daar dan toch op mail hun vraag kunnen stellen. Dus daar zijn de mogelijkheden wel redelijk uitgebreid. Ja, dus dat klopt inderdaad. Goed, nee, ik denk dat dit het was. Dank u wel, Wart. Een van de mogelijkheden die ik zeker nog wil meegeven, is het feit dat je de bot kan laten afleiden naar een HR-medewerker wanneer de bot zelf het antwoord niet kent. Met andere woorden, als de bot vastzit, kan hij meteen doorschakelen naar een Teams-kanaal van een HR-medewerker of desnoods een telefoonsysteem, mocht dat geconfigureerd zijn. De laatste app die ik met jullie wil delen is de Health and Safety app. Het is een app die ervoor zorgt dat mensen risico's op de werkvloer kunnen gaan registreren. Deze app is specifiek voor de klant gebouwd. De versie die jullie zien is een development versie. De finale versie ziet er iets anders uit, iets complexer. Maar voor dit voorbeeld nemen we het eenvoudige voorbeeld. Dat staat in een tablet op de werkvloer binnen fabrieken en binnen ateliers en dient eigenlijk om health and safety risico's aan te duiden. Elke maand zijn er een aantal topics die op voorhand in die app opgeladen worden en waar rond dat mensen een bepaalde observatie kunnen gaan registreren. Die registratie gaat uiteindelijk via de Power App in een SharePoint-lijst terechtkomen. En vanuit die SharePoint-lijst kan het management dan gaan bepalen van oké, hier zijn veel risico's rond geregistreerd, daar moeten we iets gaan doen. Het dient zowel voor het registreren van de risico's als voor het stukje awareness creëren rond bepaalde risico's, omdat de thema's telkens per maand of per periode, afhankelijk van wat management wil, kan veranderen. Laten we kijken naar de app. Goed, we zitten in de app. De app ziet er op deze manier uit, eigenlijk heel eenvoudig. Je ziet een overzicht, peer-to-peer, dat is de naam van de app, iCare. En je stelt je voor dat dit een tablet is en je komt toe, je hebt een risico gezien en je wil dat gaan melden. Dan zeg je, oké, een gebruiker, in dit geval ik ben John Doe, ik ga inloggen en ik kan mij een bepaald gebied inbeelden. Het gebeurt in de verpakkingszone. En er was een issue met de werkinstructies.
Ik kan er nog andere observaties gaan aanhangen, maar het was een issue met de werkinstructies en er was een fout in de werkinstructies. De instructies waren niet goed gevonden, dat is observatie 4. Was er interactie met mijn overste? Heb ik er met mijn overste over gepraat, ja of nee? In dit geval heb ik er niet over gepraat. Ik meld gewoon meteen het risico. Nee, ik kan zeggen volgende. Ik kan hier nog opmerkingen bij geven, maar ik geen opmerkingen. En ik zeg verzenden. Zo, meer dan dat is de app niet. Het is een laagdrempelige manier om risico's op de werkvloer te gaan melden. Nu, waar komt dat terecht? Terug in de SharePoint-lijst, zoals we zeiden, de SharePoint-lijst, de peer-to-peer site, waarin we observaties hebben. En ik heb hier al mijn medewerkers, in dit geval enkel mezelf natuurlijk. Observaties, dat zijn observaties die ik maandelijks kan aanpassen. Dus als ik hier observatie 5 zou zetten, dan ga je dat in de app zien. En dit zijn de registraties. Dus de registraties die gebeurd zijn, dit heb ik net gedaan. Geen opmerkingen in de verpakkingsafdeling. Er was een probleem met de werkinstructies en mijn observatie was observatie 4. Dus in die zin, dit zijn de registraties. En zo kan eigenlijk management de registraties gaan opvolgen en kunnen zij ook de verschillende interacties die er zijn gaan aanpassen en kunnen ze ook de observaties gaan aanpassen. Dus een heel eenvoudige manier om issues te gaan melden op de werkvloer. Dit zal geïmplementeerd worden over heel Europa, de uitgebreide versie althans, met een driehonderdtal ingebouwde tablets en kiosksystemen. Zo, dat was het voor de registratie-app. Power Apps is een heel uitgebreide tool. Dat betekent dat er heel veel mogelijkheden zijn naar integratie toe, naar configuratie toe van de frontend. Het is zeker niet mijn bedoeling om daar heel diep op in te gaan, maar ik wil jullie wel eventjes tonen wat de interface van Power Apps is en hoe dat eigenlijk in zijn werk gaat. Hoe kan je een app bouwen zonder dat je echt code schrijft? En je zal zien, je hebt een beetje code nodig. Daar gaan we zeker niet op ingaan, maar je merkt meteen wat de techniciteit of de capaciteiten zijn die je nodig hebt om een app te bouwen. Dat is iets geavanceerder dan de flow die we eerder hebben gezien. Dus we zijn in de applicatie, in de Power Apps interface. En je ziet meteen een aantal schermen. Het userscherm, het submit screen waar je opmerkingen kan geven. En hier zie je meteen acties die hier kunnen aangekoppeld worden. Het formulierscherm. En je ziet ook de labels zijn en deze niet ingevuld. Waarom niet? Wij halen die uit de SharePoint-lijst, zodat management die maandelijks kan gaan aanpassen. De gebruikerslijst. Nu, heel eenvoudig, stel ik wil iets tonen op mijn formulierscherm en ik wil daar data in tonen, dan kan ik hier invoegen. Ik kan hier label toevoegen, ik kan hier tekst toevoegen. Ik kan hier een gegevenstabel toevoegen. In dit geval is dat al een gegevenstabel. Maar ik kan een nieuwe gegevenstabel toevoegen. Zo. Aan op mijn pagina. En ik kan voor die gegevenstabel uiteindelijk zelf gegevens gaan selecteren. Als ik dat opnieuw doe, zal je dat heel makkelijk zien. Dus ik kan hier zien, ik kan zeggen bijvoorbeeld, ik wil mijn gebruikers tonen. Ik klik op de gebruikers en je zal zien, deze tabel toont meteen alle gebruikers die in deze site geconfigureerd zijn. En zo kan je eigenlijk heel makkelijk componenten gaan bouwen. Natuurlijk, wanneer we geavanceerde functionaliteiten willen gaan tonen of willen gaan doen, dan hebben we een formulierenbalk nodig. En in die formulierenbalk kunnen we eigenlijk gaan programmeren. Dat is voor een andere webinar, zou ons te ver brengen. Maar dit is eigenlijk de interface, de Power Apps interface, waarmee je kan gaan werken en apps kan gaan bouwen. Wanneer deze app gebouwd is en je publiceert die, is die onmiddellijk beschikbaar, zowel op mobiele toestellen, op het internet, of eventueel via Teams, zou je dat willen. Dus daar moet je zelf ook geen extra moeite voor doen. In ieder geval interessant om mee te experimenteren. Starten met automatiseren begint eigenlijk met de vraag, wat gaan we automatiseren? En om die vraag juist te beantwoorden, dan moet je eigenlijk al weten, op welke manier kan je gaan automatiseren? En om daarbij te helpen, dan geven wij vaak inspiratiesessies. Sessies zoals vandaag, waarbij dat je technologie de mogelijkheden leert ontdekken. En dan daaraan gekoppeld, een sessie waarbij dat we samen met jullie of samen met een aantal mensen binnen de organisatie of het departement aan de slag gaan om processen, taken, repetitieve handelingen eigenlijk te gaan oplijsten. En die twee gecombineerd gaan ons eigenlijk een
prioriteitenlijst geven van zaken die we zouden kunnen aanpakken. Een tweede stap, wanneer dat we die zaken hebben opgelijst, dat is eigenlijk gaan kijken naar een shortlist. Welke projecten zijn haalbaar, technisch gezien? Welke projecten zijn in lijn met de verwachtingen van de organisatie in een bredere context? En past het in de strategie van jullie departement om net die taken te gaan automatiseren? Vanaf die shortlist gaan we dan eigenlijk gaan kijken wat is het meest interessant. En het meest interessante project halen we eruit. En gaan we in een proof of concept gaan uitwerken. Een proof of concept betekent dat we het in een apart afgesloten omgeving zullen doen. Met een aantal mensen, zeker niet voor de hele organisatie. En dat is iets wat we op een 2 tot 3 weken zullen gaan ontwikkelen. Het is niet een heel lang project, het is een beperkt project in tijd en budget. En ook qua licenties. We gaan straks kijken naar de licenties. Maar dat is een proof of concept. Eigenlijk om aan te tonen dat wat we wouden behalen of bereiken uiteindelijk ook mogelijk is. En een keer dat we dat hebben, dan kunnen we overgaan naar een implementatie. Een implementatie betekent dat we voortbouwen op de proof of concept. Het is dus geen weggesmeten geld. We bouwen voort op de proof of concept. En we gaan eigenlijk een stukje verder bouwen en in productie uitrollen. We gaan dat voor de hele organisatie doen, gaan daar opleidingen aan gaan koppelen, gaan daar inspiratiesessies en coachingsessies door de hele organisatie voor gaan opzetten. En op die manier starten we opnieuw, met een ander departement, met een aantal andere mensen, om nieuwe processen te gaan automatiseren. En op die manier bouw je eigenlijk verder aan dat Power Platform of aan de mogelijkheden van dat Power Platform, zonder dat je meteen al een grote softwarepakket moet gaan aankopen of zonder dat je hele grote transformatieprogramma's moet gaan opzetten. De kracht van het Power Platform, de kracht van deze toolset en systems of understanding is dat je daar zelf mee aan de slag kan zonder dat je een heel groot project of programma moet gaan opzetten. En dan een laatste luik, dat is natuurlijk die licentie. Dat was de impact op licentie. En dat is een eenvoudig, maar ook een stukje moeilijk verhaal. Je ziet op de slide heel veel vakjes en hetgeen wat je moet onthouden daarvan is dat alle standaardfunctionaliteiten aanwezig zijn in het communityplan van Power Apps. Dus het basisplan van Power Apps. Daar zijn alle standaardfunctionaliteiten zijn daar aanwezig. Je hebt binnen het Power Platform premium componenten. Componenten die met achterliggende systemen kunnen koppelen. Componenten met artificiële intelligentiecapaciteit. Daarvoor zal je bijbetalen. Ook het maken van flows, complexe flows, daarvoor zal je een prijs per flow moeten betalen. Power Apps zal je een prijs per user moeten betalen. En Power BI zal een beetje afhangen op welke manier dat je met data aan de slag gaat. Maar ook daar heb je een prijs per user, een premium capacity per user. Ik ga dit pdfje zeker met jullie delen. Dat geeft een heel goed beeld wat dat je standaard out of the box kan verwachten zonder extra licenties. En je zal versteld zijn, je kan daar eigenlijk heel veel mee. Wanneer we starten met automatiseren binnen een departement, dan gaat u dat geen licentiekosten meebrengen. We starten met de basis. Dat is ook altijd het uitgangspunt bij inspiratiesessies. En de technische haalbaarheid, ook de impact op licentie, nemen we daarin mee. En soms kan het zijn dat we zeggen, nee, dit gaan we niet automatiseren, omdat we onmiddellijk al licenties zouden moeten aanschaffen. En dan kiezen we voor iets meer lightweight, die ons ook al ver brengt in het automatisatieverhaal. Dus samengevat, licentiewijs, moet je in eerste instantie zeker geen zorgen over maken. Wanneer dat je complexer zal gaan werken, dan komen daar licentiestukken bij. Maar het zal nooit één grote brok in één keer zijn. Het zal altijd stelselmatig bijbouwen zijn.